Wie bedenkt dat nou, dat je op je seniorenleeftijd voor het eerst bokles krijgt? In IJsselmonde wordt vandaag fanatiek gesport door ouderen. En dan knock-out. Nou, ik ben begonnen met Braziliaans dansen. Ja, volgens mij is het een soort van Zumba. Ik heb net als dat virtuele fietsen gehad. Dat was niet in Tokio, maar in Parijs. Ook mooi, want ik ben heel lang niet in die stad geweest. Dit is Versailles. Dat lijkt Versailles. Ik heb verder nog op het programma vandaag staan schaken. In ieder geval een mooie training voor de brain. 3, 2, 0. Ja. Is die er? Vind ik mooi geweest. Gefeliciteerd. Wat heb ik nog meer? Boksen. Boksen heb ik leren kennen bij het sportcentrum. Ja, en weet je, ik vond dat zo gaaf. Dus ik dacht van, dat ga ik hier nog eens een keertje doen. Dus dat staat ook nog op het programma. Ga ik dat tegen jou? Mag, wat schaduwen. De Senior Games worden georganiseerd door Laurens en Sportbedrijf Rotterdam. Ja, bewegen is ontzettend belangrijk voor ons allemaal, maar voor ouderen in het bijzonder. Het helpt je om fit te blijven, zowel lichamelijk, maar ook geestelijk. Dus door middel van de Senior Games stimuleren we eigenlijk het bewegen. Enerzijds gewoon de beweging die leuk is, het spel wat leuk is, maar het is ook het samen zijn. Je doet het met elkaar, dus het heeft ook een sociale functie. Weet je, ik ben dan vroeger sportief geweest, maar ik ben hem niet alle jaren geweest. En dan zie je dat ook, al ben je dat niet alle jaren geweest, dat er iets is wat in je bereik ligt. En wat ik zo mooi vond, dat Braziliaans dansen bijvoorbeeld, er stonden stoelen klaar. Mensen die minder goed ter been zijn, die hadden dus op stoelen kunnen zitten en dan toch veel oefeningen mee kunnen doen. Dus er is heel veel mogelijk, dat blijkt wel. We willen eigenlijk een prijsje uitreiken. Joost. Dat u toch een hele tijd heeft gefietst. Spannend. Wat gaaf. Voor mijn plezier krijg ik nog een prijs ook. Nou, is dat niet fantastisch? Nou, we doen het even langzaam. Hoe zeggen ze dat? Cooling down.